allemaal, leuk dat je weer kijkt naar Fem. En ik ga het vandaag over iets hebben waar ik het eigenlijk nog nooit over heb gehad. Maar ik denk wel erg leuk om het een keer over te hebben. En dat is namelijk boeken. En bij mij is het echt zo dat ik echt een fase lees. Dus op het ene moment heel veel lees, op het moment wat minder. Maar de laatste tijd is het mij weer een beetje aan het opkomen en zo. Dus dat vind ik heel erg leuk om het een keer over te hebben. En ik ga in deze video mijn aanraders qua boeken laten zien. Ik heb een top 3 gemaakt van mijn favoriete boeken. En ik begin met 3. De beste werk voor het laatste. En dat is deze, The Shock of the Fall. Dit is wel een Engels versie overigens. En dit is van Nathan Villiers. Ik weet niet of het Frans is of Engels. Nathan misschien. Nou ja, oké. Daar gaat het niet heel erg veel om. Het boek gaat over Matt en hij heeft een broertje, Simon. En die ging ooit buiten spelen en op een moment ging Simon dood. En die gebeurtenis dat Simon dood is, blijft eigenlijk al zijn hele leven bij. Een soort trauma voor hem geworden. En dat lees je in het boek eigenlijk hoe hij dat allemaal verwerkt. Nou, in het begin heeft het gewoon zo'n lettertype. Gewoon een normaal lettertype. Maar later wordt het echt een heel ander lettertype. Ik vind dat ook wel zijn charmes hebben en heel erg bij dat boek passen. Ik snap dat je dat vervelend vindt lezen. Maar ja, ik weet, ik vond het wel wat hebben. En wat ik dus best wel bijzonder aan dit boek vind, is gewoon dat je helemaal meekijkt. En ook echt een soort van medelijden begint te krijgen met Matt. Omdat hij gewoon psychisch toch, ja, echt een soort van gebroken is door de hele gebeurtenis. En dat het gewoon jaren nog invloed op hem heeft. Ja, ook het einde, heel mooi. Een mooi boek is dit. En tegelijkertijd ook wel een zielig boek. Dat moet ik eerlijk teruggeven. Nummer 2 is voor mij Geachte Heer M. En deze is van Herman Koch. En Herman Koch ken je misschien wel van Het Diner. Voilà, Het Diner voor de mensen die het niet kennen. Dat is een heel bekend boek. En gewoon een best wel bekend boek in Nederlands literatuur. Ik moet eerlijk toegeven, ik had Geachte Heer M eerder gelezen dan Het Diner. En toen ik Het Diner had gelezen, vond ik hem pittig tegenvallen. Geachte Heer M vind ik veel en veel leuker. Eigenlijk over een onderbuurman van meneer M. En meneer M die is bezig met het schrijven van een boek. Hij is auteur. En het boek gaat over een verdwijningszaak die vroeger was gebeurd in het verleden. En het gaat over een geschiedenisleraar genaamd Jan Landsaat. En die had iets met de leerling van hem, Laura, genaamd. En wat er toen gebeurde is dat Laura die ging op vakantie met een paar vrienden, waaronder haar nieuwe vriendje. En toen kwam ze Jan Landsaat er tegen. En toen opeens een paar dagen later was Jan Landsaat plotseling verdwenen. Nou, de schuld die gaat naar Laura en haar vriendje. Dus wij gaan weer even terug naar die onderbuurman en meneer M. Die onderbuurman die heeft iets te maken met die zaak. Wat ermee te maken heeft, dat zeg ik niet. Ik ga niet spoilen, dat staat in het boek. En hij had toch die meneer M, die auteur, die bezig is met boeken, regelmatig in de gaten. Ik vond het zelf in ieder geval een heel erg leuk boek. Ik vond het echt, ja, ik weet niet, dat het wel tof was. En ook omdat er uit gewoon van verschillende perspectieven werd geschreven, vond ik het echt een heel leuk boek. Maar ja. Ja, ik vind het wel een aanrader. Ik vind het heel erg leuk in ieder geval. Oké, mijn favoriet, en dit is echt een klassieker hoor, dat is De Donkerkamer van Damocles. En deze is van Willem Frederik Hermans. Ja, het is gewoon eigenlijk wel gewoon een klassiek in Nederlandse literatuur. Ik moet even toegeven, het is best wel een pittig boek. Dus ja, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik vind het echt gewoon oprecht echt een heel erg leuk boek. Het boek gaat over Henry Oswald en die zit in de Tweede Wereldoorlog en heeft een sigarenzaak. En opeens komt er iemand binnen als een Doorbekke. En Doorbekke die lijkt zo erg op hem. Het lijkt echt gewoon alsof ze twee gewoon een soort tweeling lijken wel. En die geeft allemaal opdrachten aan hem tijdens de Tweede Wereldoorlog die hij moet uitvoeren. En op die manier komt hij een beetje, ja, komt Henry een beetje in het verzet terecht en wordt hij opeens gepakt door de Duitsers. En op dat moment heeft die Doorbekke het hardste nodig. Maar ja, dan is Doorbekke opeens verdwenen. Hij lijkt gewoon foetsie. En daar gaat de Donkerkamer van Damocles over. En waarom ik dit boek echt onwijs goed vind, is puur omdat het echt lijkt alsof Hermans echt over elke zin die hij heeft geschreven echt heeft nagedacht. En ook het einde. Nou, ik heb die paar laatste pagina's echt een paar keer gelezen. Maar ik dacht van, is dit het einde? Is dit het echt? Bij mij thuis heeft voor iedereen het boek gelezen en wij kunnen gewoon aan tafel met z'n allen discussiëren over het boek. En dat vind ik hier gewoon echt heel leuk aan. Je kan het wel op verschillende manieren interpreteren en je kan er, ja, het blijft gewoon in je hoofd spook, zeg maar. Nou, ik hou er heel erg van. Misschien dat het niet zo jouw ding is, maar ik vind het echt een onwijs goed boek. Echt heel erg leuk en ook, er zit best wat achtergrond achter over de schrijver zelf. Er zijn heel veel dingen van hen naar voren gekomen. Vind ik zelf in ieder geval heel erg leuk om een beetje achtergrond van verhalen te zoeken. En bij dit boek kan dat heel erg goed. Ben je zelf niet zo'n fan van verhalen als echt dikke romans of dergelijke, maar heb je liever dat je gewoon door boeken heen wilt lezen? Dus meer tijdschriftachtig heb ik een paar boeken voor jullie die, die zo zijn, zeg maar, meer tijdschriftachtig en even snel tussendoor lezen, die leuk zijn.
die ik aanraad. Dan begin ik met Anti-Glamour en deze is van Carice van Houten en Halina van Rij. Ja, een boek met gewoon af en toe wat teksten en dan hier en daar wat plaatjes en leuke adressen in Amsterdam. Ja, ik weet niet, ik vind het gewoon een heel erg leuk boek. En het gaat echt over van alles. Het is heel erg, ja, ik weet niet, ik vind het ook heel mooi vormgegeven voor een boek. En het is gewoon echt leuk om vakantie of zo mee te nemen en even kort wat dingetjes te lezen of zo. Maar als je je verveelt. Het boek heeft echt een boekengeur en dat ruikt zo lekker. Oh, daar kan ik echt van genieten. Weet je, als een boek zo'n lekkere geur heeft, echt gewoon naar boeken. Het volgende boek dat ik altijd heel erg leuk vind, gewoon even door te lezen en zo. Ja, Marsh, ik raad je deze keer aan, maar ik vind Happy Life heel erg leuk. En vind ik ook zeker leuk om aan te raden, omdat het eigenlijk gewoon steeds allemaal wat kortere verhaaltjes zijn over ja, hoe Marsh eigenlijk denkt over dingen. En ja, ik weet niet, ik vond het wel leuk om even gewoon even af en toe een klein stukje te lezen. En weet je, het is met dit soort boeken en ook met Anti-Glamour gewoon prima als je gewoon wat stukjes leest. En op een moment heb je het heel erg druk, dan kan je gewoon even een paar maanden opzij leggen. Of een paar weken. En vervolgens kan je weer later aan de slag met lezen. Kijk, met een roman of zo, dan lees je. En dan als je een paar maanden weglegt, dan vergeet je vaak gewoon een deel van het verhaallijn. Maar bij dit is dat niet het geval. En dat vind ik vaak wel leuk. En ja, ik weet niet, gewoon meer columnachtig vind ik het. Gewoon even snel lezen. En welk boek ik ook heel erg aanraad, ik heb hem zelf niet. Dus ik kan hem niet laten zien of zo. Is een boek van Linda de Mol. En dat is een boek waar allemaal columns in staan. Korte columns. En die zijn allemaal uit tijdschrift geplaatst. En Linda de Mol kan echt super leuk schrijven. Echt met humor. En als je daar vooral van houdt, van meer die korte stukjes. Niet echt verhalen, maar gewoon meer columnachtige dingen. Dan is dat zeker een aanrader. Ik zal alle linkjes van het boek hier beneden even plaatsen. Gewoon van Bol, zodat je zelf toch even kan kijken. En ja, dat was het. Het was echt iets heel nieuws voor mij om een keer een video te maken over boeken. Maar het leek me wel erg leuk om een keer te doen. En laat een reactie hier beneden achter wat jouw favoriete boek is. En welke jij echt aanraadt. En ja, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En vergeet niet te abonneren op de fam. En dan zie ik jullie snel weer. Bedankt voor het kijken. Doei. Nou, next. Nee, nee, nee. Oh. Nee, nee, nee.